Meneer Wilders. Mevrouw de voorzitter, gisteren in één dag kwamen 700 asielzoekers Nederland binnen. Dat zijn er 250.000 per jaar. Als ze allemaal een partner meenemen, dan zijn dat 500.000 mensen per jaar. Dat kan Nederland niet aan. Dan kunnen we niet wachten op een Europese kletstop volgende week. En ik vraag deze minister-president. U vertegenwoordigt met uw coalitie, ongeveer in alle peilingen, nog maar 30 zetels. Dat is 20% van het electoraat. 20% van het electoraat. En ik vind dat u zo'n belangrijke beslissingen, het vervangen van het Nederlandse volk, het open grenzenbeleid, de asieltsunami van islamitische mensen die ons land overspoelen. Dat kunt u niet nemen. Die beslissingen kan u niet nemen met maar 20% vertegenwoordigers van het volk. Dus, ik zou u willen vragen, wees een democraat en leg deze beslissing aan het Nederlandse volk voor. Neem ontslag. Schrijf verkiezingen uit en maak dit de inzet van de verkiezingen. Maak er een groot referendum van. Laat die Nederlandse kiezer beslissen of u gelijk heeft met uw open grenzenbeleid, of dat de PVV misschien meer steun heeft met te zeggen, we moeten niet wachten, we moeten nu de grenzen sluiten. We kunnen het niet aan. U mag die beslissingen niet nemen met slechts 30%, 30 zetels in deze Kamer. Voorzitter, eerst over die verkiezingen. Dat betekent dat de politiek, als ik dat zou doen, de komende 4 maanden in te midden van een buitengewoon belangrijk vraagstuk vleugellam is. Dat ga ik niet doen. Ik sta hier om problemen op te lossen en niet om, als het moeilijk wordt, de benen te nemen. Dat laat ik een ander over. Ik probeer problemen op te lossen. Dat is één. Ten tweede, ik ben het inhoudelijk over een aantal punten. Meneer Wils, ik ga proberen uw vraag te beantwoorden. Geef me er even de kans voor. Ten tweede, ik ben het op een aantal punten met de analyse van de heer Wils natuurlijk eens. Hij bracht vorige week het belangrijke punt naar voren van het asielshoppen in Europa. Dat mensen zeggen, ik reis door naar Zweden of naar Duitsland, terwijl ik eigenlijk ook opvang kan krijgen in het land waar ik ben binnengekomen. Een van de voorstellen van het kabinet is om ook te zeggen tegen asielzoekers die wel zich terecht melden in Europa, Europa bepaalt in welk land je terechtkomt. Daarmee voorkom je dat asielshoppen. Dat is een van de voorstellen van de coalitie. Ik ben het ook met de heer Wils eens, voorzitter, dat, en met de heer Roemer, ik heb dat net gezegd, er terechte zorgen leven bij mensen. Maar nu komt het punt waar wij verschillen, de heer Wilders en ik. En dat raakt eigenlijk ook aan dat gekke voorstel van die verkiezingen en de komende 4 maanden tegen de politiek zeggen, laat het maar lopen, we gaan naar de kiezer, we doen helemaal niets meer. Dat zegt hij eigenlijk. Ik wil dit probleem zo goed mogelijk en op een verstandige en fatsoenlijke manier in goede banen leiden. Zowel voor de korte termijn als voor de langere termijn. En meneer Wilders, wij moeten eerlijk zijn naar onze kiezers, naar de Nederlandse bevolking. Dit is een ingewikkeld vraagstuk. Dat kun je alleen in zijn compleetheid oplossen. Zowel voor de korte termijn als voor de langere termijn. Hier zijn geen simpele oplossingen. En als u dat voorspiegelt, dan is dat onterecht. En dan tot slot, voorzitter. Ik hoorde de heer Wils nou dagenlang praten over een islamitische tsunami, over testosteronbommen. Ik vind het echt verschrikkelijke termen. Die dragen niets bij, maar dan ook helemaal niets bij aan deze oplossing die we moeten zoeken met elkaar. En daarmee staat hij eigenlijk met lege handen. En ik zou het goed vinden als dat vandaag ook duidelijk wordt. Meneer Wilders. Ja, mevrouw de voorzitter, we hebben niks aan analyses. We hebben helemaal niets aan analyses. De Nederlandse bevolking schreeuwt nu om een oplossing. En we kunnen niet 700 asielzoekers per dag aan. Die grenzen die moeten dicht. We kunnen niet wachten tot u iets in goede banen leidt. Tot nu toe maakt u er alleen maar een enorme puinhoop van. Iedere dag komen er meer asielzoekers binnen. En mevrouw de voorzitter, deze minister-president is het contact met de werkelijkheid kwijt. U leeft in een sprookjeswereld. U bent alleen nog maar omringd door klappende socialisten en andere dwaallichten. Dat zijn de mensen die u steunen. En meneer de minister-president, Nederland wil uw beleid niet meer. Nederland zegt nee tegen 500.000 asielzoekers die ons land gaan overstromen. Nederland wil dat niet meer. En wat ik ga doen, mevrouw de voorzitter, wat de PVV gaat doen, is om de mensen op te roepen om in verzet te komen. Om in verzet te komen tegen de premier die eigenlijk nog alleen maar op papier de premier van Nederland is. Want u bent de premier van Nederland niet meer, meneer Rutte. 20% van de mensen ondersteunen u nog maar. De rest wil uw beleid niet meer. En wij zullen de straten van Nederland, de gemeentehuizen van Nederland, zullen wij gaan vullen om te demonstreren tegen uw beleid. Net zolang totdat u weg bent of dat de asielinstroom stopt.
Ja, voorzitter, eerst over die droomwereld. Ik heb gelezen dat de favoriete attractie van de heer Wilders mooie pretpark ook weer? De Efteling. De droomvlucht is. Daar schijnt hij graag naartoe te gaan. Dus wie leeft hier in een droomwereld? Twee, hij stelt hier verkiezingen voor. Hij zegt daarmee, de komende 4 maanden leggen wij de politiek plat. Kunnen we met elkaar niets meer doen. Ik vind dat volstrekt onaanvaardbaar en onverantwoordelijk. Wij lopen hier niet weg voor deze problemen. En drie, dit kabinet zorgt ervoor dat we deze vraagstukken in goede banen leiden. Het is niet mogelijk om hier vandaag of morgen alle problemen op te lossen. We moeten voor de korte termijn en voor de iets langere termijn ervoor zorgen dat we dit probleem het hoofd bieden. Dat doet deze coalitie, daar werken we aan met breed draagvlak in deze Kamer. En het geeft geen pas om de indruk te wekken dat hier met een simpele pennenstreek of even met een simpel voorstel dit hele probleem zou zijn op te lossen. Dat is echt illusiepolitiek, mevrouw de voorzitter. Brede steun in deze Kamer. Deze Kamer vertegenwoordigt het Nederlandse volk niet meer. Ben niet blind. Luister. Kijk in de Nederlandse samenleving. Er worden mensen overvallen met asielzoekerscentra van 3000 per dag. De gemeenteraden worden niet eens meer geïnformeerd. Nederland wil dit niet, meneer de minister-president. En als u dat niet ziet, dan bent u half blind. Word wakker. Word wakker en hou op met die onzin dat er een oplossing komt. Mevrouw de voorzitter, de enige oplossing die op dit moment zoden aan de dijk zal zetten, is het sluiten van de grenzen. Want ik kan het niet genoeg herhalen. 700 asielzoekers per dag. 700 per dag. Toen wij hier vorige week met elkaar het debat voeren, toen spraken we over 1800 asielzoekers per week. Inmiddels zijn het er 5000 per week. 5000 per week. Dat is niet te betalen. Ons volk wordt vervangen. Meneer Rutte, als u alleen maar kan praten over goede banen leiden en Europese toppen, dan moet u naar huis gaan. Dan moet u opstappen. Het Nederlandse volk verdient beter dan zo'n premier. Voorzitter, ik heb groot vertrouwen. Ik heb groot vertrouwen in het Nederlandse volk. Ik heb groot vertrouwen in het Nederlandse volk. En zij weten heel goed, als er complexe problemen zijn, dat dat vraagt om een openbaar bestuur, om politici die op basis van een verstandige analyse van de problemen tot verstandige en fatsoenlijke oplossingen komen. En dat is wat wij doen. En wat de heer Wilders hier voorlegt, is echt illusiepolitiek. Hij had ook gisteren dat interruptiedebat met de heer Zijlstra over het sluiten van de grenzen. Dat is een instrument wat we inderdaad hebben. En dat heeft de heer Zijlstra ook bevestigd. Dat instrument is er. Hij heeft er ook op gewezen terecht dat daarmee die grenzen nog steeds poreus blijven en je nooit kunt garanderen dat mensen over landweggetjes en andere mogelijkheden het land nog binnenkomen. Dus dat is onvoldoende. Je zult dus tegelijkertijd ervoor moeten zorgen dat je in het Midden-Oosten, in de regio, zorgt voor fatsoenlijke opvang. En daarom heb je die geïntegreerde aanpak nodig. Je hebt alle instrumenten hiervoor nodig. En wat de heer Wilders nu doet, is naar de Nederlandse bevolking de indruk wekken en dat is ten onrechte en dat zal ik hier ook met hand en tand bestrijden dat beeld dat hier even met een simpele oplossing, met één maatregel, het probleem is op te lossen. Dat is niet zo. En het meest tragische is, want ik ken de heer Wilders heel goed, hij weet dat zelf als geen ander. En dat maakt het eigenlijk alleen maar erger. Nick Laver. Voorzitter, het is al een paar keer gezegd, het is een cruciaal moment in de geschiedenis, als het op veel zaken aankomt, zeker als we spreken over vluchtelingen. Het is een enorme opgave waar wij ons land voor gesteld staat. Om de grote stroom aan vluchtelingen die hier naartoe komt, om die op te nemen. Dat is al moeilijk genoeg. Maar na gisteren wordt dat nog veel moeilijker. Toen er eigenlijk werd opgeroepen en net weer tot verzet. Daarmee roep je op tot twee Nederlanden. En mijn vraag aan de premier is, wat is uw reactie en wat is uw verhaal naar al die mensen die nu zijn opgeroepen om in verzet te komen tegen de komst van asielzoekerscentra? Wat is uw oproep en wat is uw boodschap aan die mensen? Hoe houdt u Nederland bij elkaar? Mijn boodschap is niet die van GroenLinks, voorzitter. Want de boodschap van GroenLinks gisteren in het debat was het andere uiterste. Namelijk, we moeten het accepteren, het is nou eenmaal een feit en we kunnen er niks tegen doen. Dat vind ik eigenlijk net zo'n karikatuur. Dus dat is niet mijn oplossing. Mijn oplossing is om vast te stellen dat ik heel goed begrijp dat mensen in het land, en verschillende hebben dat ook al gezegd hier, zich zorgen maken over deze toename van de grote stroom vluchtelingen. Dat ze zich zorgen maken als dat ertoe leidt dat bijvoorbeeld asielzoekerscentra zonder voldoende overleg, soms kan dat ook niet, is er haast, maar dat moeten we toch zoveel mogelijk proberen, dat ineens in hun buurt gebouwd wordt. Dat mensen zeggen, wat gebeurt hier? Het land verandert, of mijn dorp verandert, of mijn stad verandert. Hoe ga ik daarmee om? En daar heb ik begrip voor. Tegelijkertijd, we hebben op dit moment te maken met het in goede banen leiden van het vraagstuk. Het heeft geen enkele pas om vervolgens mensen weg te zetten op een paar kenmerken, islamitisch of testosteronbonnen. Ik heb dat net gezegd in de richting van de heer Wilders die dat eerder gedaan heeft. Dat heeft totaal geen pas. En als mensen uiteindelijk hier mogen blijven, dan is het van groot belang dat we ze ook zo snel mogelijk in deze samenleving integreren.
Meneer Klaver. Voorzitter, is dit de boodschap waarmee u dan ook naar de mensen toe gaat die zich zorgen maken? Ik kan me dat voorstellen, de zorg die er is als er plotseling een asielzoekerscentrum in jouw buurt komt of in je dorp of in je stad. Maar wat doet de minister-president om ervoor te zorgen dat de sfeer in Nederland rustig blijft? Ik maak me grote zorgen, na gisteren en ook weer na vanochtend, over de sfeer die ontstaat, de vijandigheid die ontstaat. En dan kunt u wel proberen het weg te duwen wat onze oplossing is, maar wat gaat u doen als minister-president om in ieder geval de gemoederen rustig te houden en zorgen dat we één land blijven en open blijven staan voor al die mensen die hier naartoe komen en veiligheid zoeken? Om te beginnen heb ik net gezegd, ook in mijn discussie met de heer Wilders, heb ik heel groot vertrouwen in het Nederlandse volk, in de Nederlandse bevolking, in de wijsheid en het inzicht van de mensen in het land, die heel goed snappen dat als dit soort grote, complexe vraagstukken op ons afkomen, dat je die niet oplost met een pennenstreek of één simpele maatregel. Dat het vraagt om eenheid in de politiek, om zowel voor de korte als voor de langere termijn dit vraagstuk in goede baan te leiden. Ik heb daar groot vertrouwen in en ik acht dus ook het draagvlak en de steun voor sommige veel extremere uitingen die ik hier gehoord heb, acht ik heel beperkt.